Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een keer een heel ander soort video voor jullie, namelijk een video over kleding. Dit was een idee van mijn zusje Nathalie. Wij hadden de laatste keer een gesprek over kleding en zij zei: je hebt eigenlijk heel veel kleding die je 10 jaar geleden al had. Die hangt nog steeds in jouw kast, die draag je nog steeds. Misschien is het leuk om te laten zien wat voor kleding dat is. Dus welke kleding er gewoon letterlijk al 10 jaar in jouw kast hangt. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk op zich wel een leuk idee. Dus ja, ik ga je gewoon kleding laten zien die ik letterlijk al 10 jaar heb. Die ik ook nog steeds draag. Sommige kledingstukken heb je misschien wel eens voorbij zien komen in de vlog ook. Maar in 10 jaar tijd ben ik gewoon heel weinig veranderd. Mijn lichaam is heel erg weinig veranderd eigenlijk in 10 jaar tijd. Ik pas nog steeds kleding. Dat is heel bijzonder. De kleding is ook nog steeds mooi. En dit komt misschien ook omdat ik 10 jaar geleden was ik iemand die hield echt wel van merkkleding. Toen vond ik dat echt helemaal geweldig. Dus misschien ook de leeftijd. Je moet ook denken dat het sommige kledingstukken zijn zelfs ouder dan 10 jaar. Toen ik op de middelbare school zat, toen was merkkleding gewoon echt een ding. En dat vond ik ook heel erg leuk om daarin mee te gaan. Tegenwoordig boeit het me niet zoveel meer. Maar ik heb dus wel merkkleding in mijn kast, omdat het dus al gewoon langer dan 10 jaar oud is. Mocht je benieuwd zijn naar de kledingstukken die ik gewoon al langer dan 10 jaar heb, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een colbertje. Deze is van het merk Only. Dit is dit colbertje. Het is dus gewoon zo'n jasje met 1 knoopje. Ik zal even staan, dan kan je het misschien beter zien. Dit is een maatje 40. Hij zit me inmiddels iets te groot. Ik pas ook in 36 of 38. Dus deze zit wat ruimer om mijn lichaam heen. Maar de stof is heel erg leuk. Want het is een soort... Het is een heel zacht stofje om het... Ja... velours is, of hoe je dat noemt. Het is echt een heel erg leuk stofje. Heel erg leuk. Ook vooral bijvoorbeeld met feestdagen zitten ook... fake zakjes in. Een heel erg leuk colbertje. Ja, die ik dus gewoon al heel erg lang heb. Het is wel een stofje die heel veel haar aantrekt. Dan heb ik nog een jasje. Deze is ook van het merk Only. Deze heeft alleen wel wat kleurverschil. Omdat deze in een brandend huis heeft gehangen. Maar dat maakt op zich niet uit. Want ik pas hem gewoon nog steeds. Deze is een maatje 38. Dit is ook zo'n heel erg leuk jasje. Deze heeft dan weer 2 knoopjes. Dat vind ik ook wel leuk. En deze heeft ook zakjes. En deze kun je volgens mij wel wat instoppen, maar ik doe dat eigenlijk nooit. Maar dat is dit jasje. Daar ben ik ook heel erg blij mee nog steeds. Ik vind dit aan de zijkant ook heel leuk. Dit is getailleerd. Dit zou je dus ook strakker kunnen maken. Maar dat is dit jasje. Dan heb ik een aantal vesten. En deze droeg ik echt op de middelbare school heel veel. Ook van Only. Deze is een maatje M. Dit is een zwarte. Hij heeft ook een getailleerd zijkantje een beetje. En hier staat op Fate. Een heel erg leuk vest ook, moet ik zeggen. Zitten zakken in, heb ik echt met heel veel liefde gedragen en draag ik nog steeds. Deze heb ik dan ook nog in het rood. Dat is precies hetzelfde vest. Even kijken hoor, in de kledingberg. Ah, hier is die. Ik had eerst een rode en later heb ik een zwarte erbij gekocht. Maar deze zit iets groter, want dit is een maatje L. Maar dit is ook echt, even de mouwen goed doen, een heel erg fijn vest. Die dus precies hetzelfde is. Je ziet wel, deze is heel vaak al gewassen. Je ziet bijvoorbeeld, dit is iets lelijker. Maar het blijft een heel fijn vest die ik ook nog wel heel graag draag. En ja, ik vind dat getailleerde gewoon heel erg leuk. En deze die had ik letterlijk toen ik in de 3e klas zat van de middelbare school. Dan heb ik een shirtje. Het is in maatje S. Toen droeg ik dus ook S'jes. Pas ik dus nog steeds. Het is dit. Ja, het is een beetje gekneut, want het ligt opgevouwen in mijn kast. Ook van Only. Dat is deze, een roze. Heel leuk vestje ook. Je kunt bijvoorbeeld ook zien, dit is echt nog een heel oud Only logo. Dus je kunt echt zien dat het heel oud is. Want later zijn de Only logo's vernieuwd. Maar dit is echt nog uit een hele oude collectie. Dus dat is dit shirtje. Dan heb ik nog een vest. Ik heb vooral heel veel kleding van Only trouwens. Dus nog een ander logootje, volgens mij. Deze heb ik in een maatje 11. Ik vond vesten vroeger toen de tijd, tegenwoordig koop ik eigenlijk nooit meer vesten. Maar vroeger toen ik een vest kocht vond ik het ook wel fijn om een maatje groter te nemen. Omdat het gewoon ja, lekker zit. Je kon je lekker erin gaan verschuilen zeg maar. Dat is deze. Hier staat ook nog zo'n Only logootje op. Maar dit is een gestreepte. Dit is echt een van mijn eerste vesten. Dat weet ik gewoon. Met een capuchon. Heel leuk. Heel fijn vest ook. Dan heb ik nog een vest. Dit is een hele dure. Dit is namelijk een G-Star vest. Heb ik in maatje S. En hier kon ik zelfs een beetje in verdrinken. Dus dat zegt ook niet zo heel veel. Dat is deze. Deze heeft hele lekkere lange mouwen. Je ziet het G-Star logo niet heel erg goed terug. Je ziet dat niet heel erg duidelijk. Maar je ziet ook gewoon dat deze altijd heel erg mooi is gebleven in de was. Door zoveel op de was het is geplakt. Dat kun je ook gewoon voelen. Maar het is echt ook een heel fijn vest. En deze draag ik ook nog steeds met heel veel liefde. Momenteel te weinig. Maar ja, het is nu koud, dus het kan. Dan heb ik een vestje. Deze is uiteraard ook van Only. Dit was later het nieuwe logo van Only. Tegenwoordig weet ik niet meer wat voor logo ze gebruiken. Maar dit was een vestje. En dan moet ik even goed laten zien. Die kon je aantrekken. Er zat hier een gat, zeg maar. En daar kon je dus, die kun je over elkaar heen strikken. Dus die kun je, die moet je dan eerst zo. Dan steek je, ja dat kan ik niet op de camera heel moeilijk laten zien. Maar dan heb je een beetje een idee. Kijk, zo'n schuin effect kreeg je dan. En dan kon je dat zo strikken. Heel leuk vestje die ik ook veel liefde heb gedragen. En eigenlijk nog steeds draag. Al wordt hij wel een beetje slecht. Er komen wel kleine gaatjes in als materiaal. Hier zitten bijvoorbeeld echt wat slijtplekjes en zo. Maar ja, zolang hij nog niet helemaal kapot is, draag ik hem nog graag. Deze is trouwens ook in een maatje M. Dan heb ik een shirtje, een gestreept shirtje, in een maatje L. Dat heb ik ooit voor mijn verjaardag gekregen. Hele fijne shirtjes, ook deze van Only. Echt, ik hou hiervan. Volgens mij zit er al een gat in deze, dus die zou ik eigenlijk moeten maken. Want ik pas hem nog steeds en hij zit gewoon heel erg lekker. Het is dit vestje. Truitjes, sorry. Ik ga helemaal in de war met al die kleding. En die heb ik ook in een roze variant. En die heb ik dan in een maatje M. Dat is deze. Deze zit binnenste buiten. Dus die gaan we even omkeren. Want hier zien we de naadjes. Maar deze komt echt letterlijk net van het wasrek. Want die heb ik dus nog aangehad. Dat is deze. Precies hetzelfde, maar ook wel heel erg leuk. Ook een trui. Dit is een beetje een groenige trui van Only. Maatje L. Past nog steeds. Heb ik laatst nog aangehad. Want ook deze komt van de waslijn. Heeft een V-halsje. Vroeger vond ik het heel erg tof om hier een blouse onder te dragen. Tegenwoordig draag ik hem ook wel gewoon zo. Al zou ik nu met dit koude weer wel kunnen. Een hele fijne trui ook. En die blijft ook gewoon mooi. Deze kleding is al zo oud, maar eigenlijk is alles nog best wel heel erg mooi. Ja, oké, sommigen hebben een paar kleine gaatjes, maar voor de rest is eigenlijk alles nog best wel heel erg mooi. Oh, dan een van mijn favoriete truitjes van dit. Dit was echt zo'n hype. Deze wordt wel wat dunner. Maar dit is dus zo'n truitje, maatje in. Een van mijn favorieten. Heb ik heel vaak ook gedragen. Draag ik nog steeds heel af en toe. Vond ik ook gewoon een heel tof merk. Ik heb deze ook in het zwart. Alleen ik weet niet of ik deze erbij heb gestopt. Want het kan zijn dat die in de was zit. Dus, maar ik heb hem dus ook in het zwart. Ik was toen al van vaak twee kleuren. Zwart en wit. En dat heb ik eigenlijk nog steeds. Nog steeds als ik een leuk shirtje zie, koop ik het liefst het in het zwart en in het wit. Dus ja, dat is nog steeds iets. Dan heb ik dit truitje. Vind ik ook super tof. Maatje M. Heeft op de achterkant knoopjes. Ik weet eigenlijk niet of deze knoopjes fake zijn. Ja, dit zijn gewoon echt fake knoopjes. Maar het ziet er wel gewoon super leuk uit. Weet je, je kunt hem gewoon over je hoofd trekken. Je hoeft de knoopjes niet open te doen. Super leuk truitje ook. Dan heb ik een aantal basics. En als allereerst een veehalsstruitje in het roze. Ook van Only trouwens. Hier toentertijd, even kijken of dat bij deze ook is. Dit is nog een wat oudere. Kan ik zo even bij een van de andere als het goed is laten zien. Later gingen ze zo'n logootje aan de zijkant maken. Dat was bij deze nog niet. Een roze. Heel basic, simpel. Vond ik ook heel leuk om met een blouse te dragen. Droeg ik in de middelbare schooltijd eigenlijk heel vaak van die kooltruitjes om. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Die heb ik ook in het grijs. Wat is dit formaat? Ook een L'tje. Een beetje gekreukt. Dat is deze. En hierdoor gingen ze dat logootje. Gingen ze zo'n ootje aan de zijkant maken. Dit is weer een wat nieuwere. Ik heb trouwens eigenlijk niet genoemd wat deze formaat was volgens mij. Dit was ook een L'tje. Die roze. Dan heb ik even een t-shirtje tussendoor van Diesel. Dat korte modelletje was dit, geloof ik. Ja, dit was echt wel een wat korte modelletje. Hier staat eigenlijk geen maatje in. Was dit gewoon one size of zo? Staat dat er ergens nog in? LXL. Nou, het is echt geen LXL, jongens. Het is een wat korter modelletje, maar wel heel erg tof ook. Dan heb ik nog zo'n V-halstruitje. Dit is een maatje XL. Ik vond toen dat rood heel erg leuk. Ik wilde heel graag een rooie hebben. Toen hadden ze geen, mijn eigen maat niet. Toen heb ik een grotere gekocht. Maar die zit me dus wel ruim groot. Maar heeft ook zo'n V-halsje. Ja, dan heb ik een shirtje van een merk wat in mijn middelbare schooltijd echt een hype was. Björn Borg. Lange mouwen, maatje L. Ik wilde eigenlijk toen heel erg graag de zwart met witte. Maar die hadden ze niet. Toen heb ik hem met roze genomen. Vond ik ook wel super tof. Deze kun je bijvoorbeeld wel echt zien hoor. Dat hij wat lelijker is geworden met wassen. Want hier zie je wel echt wat streepjes zitten. Maar een heel fijn truitje. Die ik heel graag heb gedragen. Ik heb deze toen ook speciaal moeten bestellen. Want die hadden ze gewoon in de winkel niet. En ik wilde per se zo'n truitje. Heb ik nog een truitje van Only. Een emmetje. Heel fijn truitje ook. En deze heeft knoopjes. Dus je kunt hem ook. Deze kun je wel echt openmaken. Nou is dat op zich niet nodig. Maar ja. Ik weet niet. Als je het leuk vindt kan het. Maar deze draag ik ook nog heel graag. Heb ik nog een shirtje. Dit is van Diesel. Nee, Replay. Deze zit wel echt super tof. Is ook wat langer. Die mouwtjes vind ik ook heel erg leuk. Super leuk truitje, shirtje, t-shirtje. Wat voor maat is dit? Kunnen we dat nog lezen? Nee, deze heb ik al zo vaak aangehad dat ik niet meer kan lezen wat voor maat dit is. Maar nou, ik ga ervan uit dat dit ook gewoon een M'tje of een L'tje is, zoiets. Dan heb ik echt een heel oud shirtje. Het is deze van Only. Ik heb hem in een maatje M. Oranje. Hier stond dus Only op. Ooit. Hier zaten allemaal hele mooie glitters in. Nou, die zijn er inmiddels echt allemaal af. Maar het blijft wel een heel erg leuk. Ja, het effect was toen heel erg leuk. Maar na jaren gaat het toch wel verwassen worden. Maar ik draag hem nog heel af en toe ook wel. Je ziet trouwens ook wel dat hier en daar, bijvoorbeeld hier, is er zo'n glittertje van afgegaan. Hier kun je dat bijvoorbeeld zien. Dus je houdt niet alles even top natuurlijk. Dan heb ik een gewoon truitje van Only. Dat is ook een basic, maatje L. Dus het is wel echt een zweetstofje trouwens. Maar hier kan ik wel echt lekker een beetje in verdrinken. Maar mijn mouwen die komen lekker lang. Daar hou ik van. Je hebt echt wel hele lange mouwen. En ja, die basics vind ik ook gewoon super fijn. En ja, ik hou daar toch wel van. Omdat ze ook vaak goed te combineren zijn. Heb ik nog zo'n basic. Maatje L. Is een blauwe. Hij was ooit blauw groenachtig. Maar hij is wel wat verkleurd in de was. Ook van Only. Dan heb ik ook nog een witte. Dit is een maatje M. draag ik ook nog heel veel. Vooral als ik de tijd heb dat ik de witte was weer moet gaan draaien. Dan denk ik, oh ja, ik moet weer even witte kleding aan doen. Pak ik vaak dit soort shirtjes. En ik heb ook nog een roze. Dit is ook een maatje M. Die zit er toch weer iets strakker dan die elletje. Maar dit is wel een heel ander materiaal als die grijze die ik net liet zien trouwens. Dan een nog vrij oud shirtje. Ook een witte basic. Deze is van de Action. Maatje M. Is ook heel erg dun geworden inmiddels. Maar hey, hij past nog. Dus ik draag hem nog steeds graag. Dan heb ik ook een aantal t-shirts. Dat zijn de basics ook van Only. Dit is een maatje S. Een hele fijne t-shirt. Want die zitten wat langer. En deze heeft een ronde hals. Dus ook wat, ja, zoals ik al zei, wat langer. Dus je kunt hem heel goed combineren. En ik pas er nog gewoon in. Ik ben 27 en ik pas nog een maatje S die ik 12 jaar geleden heb gekocht. Dus ja. Dan heb ik hem ook nog. Deze is dan wel weer in een emmertje. Die heb ik dan ook in een V-halsje. Dit is een zwarte. Ook heel erg leuk, maar ook weer wat langer. Volgens mij blijft die basics ook gewoon altijd. Dat blijft gewoon. Ook een maatje en een witte V-hals. Ja. Zoals ik al zei, ik koop veel in twee kleuren. En een ronde hals in een maatje S. In het zwart. Deze heb ik niet zo heel veel aan gehad trouwens. Dat komt, ik heb ze toen gehad en die gingen toen heel groot zitten. Toen heb ik een maatje kleiner gekocht. En ja, ik weet niet. Toen ineens droeg ik het minder vaak of zo. Heel vreemd. Dan heb ik ook nog een grijs shirtje in een emmertje van Only. Dit zijn een beetje wat zijde shirtjes. Ik hou tegenwoordig ook wel van textiel. Al vind ik basics wel heel fijn. Maar het is nu sowieso geen weer voor gewone truitjes. En dit is een beetje een groen kleurtje. Was ooit groen. Ik weet niet of je het nog echt kan zien. Het lijkt ook wel een beetje wit. Ook een rond halsje in een emmertje. Dus ik weet niet of je het nog kan zien. En dan ben ik toe aan het allerlaatste shirtje. Ik heb echt de meeste kleding gepakt waarvan ik het wist. Er is misschien nog wel meer in mijn kast. Maar ik wist het niet meer. En ik dacht, nou weet je, ik doe gewoon waarvan ik het echt zeker weet. En dat is dit shirtje. In een L'tje. Er staat heel groot Only op. In het oranje. Heb ik heel vaak gedragen. Ook op de middelbare school. Ik voelde mij altijd heel fijn in dit soort shirtjes. En vooral met zo'n tekst op. Weet je wel. Lekker opvallend. Hij komt volgens mij roder ook op de camera als dat hij is. Maar het is wel een heel fijn shirtje. Vooral dit soort shirtjes vind ik ook fijn. Bijvoorbeeld om op zondag te dragen. Als ik gewoon echt een dagje heb dat ik gewoon niet veel doe, weet je, lekkere lange mouwen waar ik me gewoon in kan verschuilen. Dus ja, dat vind ik altijd wel heel erg prettig. Dan waren dit alle kledingstukken die ik ongeveer 10, iets langer, 10 jaar, iets langer in mijn kast heb liggen. Ik vond het eigenlijk wel leuk om dit zo een keertje aan jullie te laten zien. Ik heb er bewust voor gekozen om de kleding niet aan te trekken, want dat was zoveel werk. En sommige kleding heb je gewoon ook al wel eens terug zien komen in een vlog. Ja, ik vond het wel een keer leuk. Het is iets heel anders. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Misschien vind je het wel heel raar dat ik kleding nog heb hangen die ik gewoon al 10 jaar heb. Alleen ik ben heel slecht in kleding weggooien. Ik ben sowieso heel slecht in weggooien. Ja, en zolang kleding nog goed is en ik het pas, vind ik het gewoon oké om te blijven dragen. Ik weet het niet. Ik vind het gewoon, ik heb daar niet echt iets op tegen, zeg maar. Dus ik vind dat op zich ook wel heel erg leuk. Dus ja, laat me zeker even weten wat je van deze video vond. Omdat het iets heel anders is dan wat ik normaal upload. Maar ook wel weer een keertje leuk, denk ik. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op de abonneerknop te drukken. Als je ook even op het belletje drukt, dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe vooral even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!